Nu het helemaal zeker is dat de Amerikaanse verkiezingen gaan tussen president Obama en de Republikein Romney, is er steeds meer aandacht voor het geloof van Romney. Als hij wordt gekozen, zou hij de eerste Mormoonse president van de VS zijn. Het Mormoonse geloof is niet zo populair bij christenen in Amerika. De Romney-campagne wil er dan ook niet te veel over praten. Mitt Romney is een zeer gelovige man, maar veel Amerikanen zien zijn kerk als een sekte. Misschien daarom dat hij er niet veel over praat. I'm not running for pastor-in-chief, I'm running for commander-in-chief. Romney hoort bij de 2% van de bevolking die mormoon is. De kerk van Jezus Christus van de Heiliger der Laatste Dagen zetelt in de staat Utah. Het geloof ontstond in het jaar 1830. Een engel wees op het bestaan van gouden tabletten die door profeet Joseph Smith werden opgegraven in New York. Een tweede Bijbel die voorspelt dat Jezus naar Amerika komt. We call the Book of Mormon a further witness or testament of Jesus Christ, an additional testimony, if you will, of his divinity. Dat viel niet goed bij andere christenen. Kwam nog eens bij dat mormonen een tijd lang met meerdere vrouwen konden trouwen. Ze werden overal verjaagd. They arrived here in wagons and some pulled handcarts. Others just walked. Uiteindelijk streken ze neer in Utah, waar ze floreerden. De kerk is tegenwoordig steenrijk, heeft grote zakelijke investeringen en er zijn wereldwijd 14 miljoen mormonen, dankzij een leger zendelingen. Elke jonge man moet 2 jaar lang zieltjes winnen. Hoe wilt geloof bidden? Met geloof bidden. Met geloof bidden. Juist, goed zo. Ja, op 11 uur vliegen van Amsterdam worden 3 jonge mannen klaargestoomd voor vertrek naar ons land. In our 9 weeks we learn Dutch and we also learn the gospel, which is our faith, and we learn how we can better teach it to those in the Netherlands and Belgium. De leraar is zelf een Amerikaan die 2 jaar in ons land woonde om mensen te bekeren. Vond u dat de Nederlanders belangstelling hadden voor de boodschap? Zeker wel. Hangt altijd van de persoon af. Maar wij zoeken naar de mensen die er ook naar zoeken. Het mormonisme is ook geen koffie, geen alcohol, geen tabak, geen seks voor het huwelijk. 10% van je inkomen gaat naar de kerk. De aanhangers zijn meestal zeer conservatief. Maar de kerk zelf spreekt geen politieke voorkeur uit. You'll not see Mitt Romney referencing his faith except when he's asked. We certainly don't proactively promote him or any other candidate. De kerk is wel politiek actief, roept bijvoorbeeld leden op om te vechten tegen het homohuwelijk. In de 19e eeuw werden mormonen vervolgd en vermoord. Nu wordt een van hen misschien wel de machtigste man op aarde. Het geeft aan hoezeer die geloofstroming aan invloed heeft gewonnen, maar nu dus ook onder een vergrootglas komt te liggen. Erik Mouten, RTL Nieuws, Salt Lake City.